Welkom allemaal bij een nieuwe procesvideo voor mijn Winter Holiday Series. Ik loop een klein beetje achter met het bewerken en inspreken van al mijn filmpjes. Het drukke leven heeft mij ingehaald. zo hier en daar, waar het me lukt om wat filmpjes in te spreken, doe ik dat. Maar helaas gaat mij 3 keer per week een filmpje uploaden niet lukken. Het Engelse filmpje staat van deze staat bijvoorbeeld al bijna ruim een week online. En ik heb nu pas tijd om een nieuw filmpje in te spreken. Dat komt omdat ik het graag in wil spreken zonder kindjes erbij. Ik 's avonds dus mijn tijd moet verdelen tussen het daadwerkelijk maken van projecten en inspreken van projecten. En workshops en voorbeelden voor workshops gaan natuurlijk altijd voor, want dit is vrije tijd. Maar gelukkig heb ik nu heel even tijd om een filmpje in te spreken. Want de andere filmpjes voor workshops die staan nu te laden. Dus dan kan ik dit mooi eventjes inspreken. Dit wordt een dubbele pagina voor mijn Winter Holiday series. En we waren naar een soort bloemenwinkel geweest. Waar ze eigenlijk het hele jaar door een kerstafdeling hebben. Maar met kerst is het natuurlijk helemaal kerst. En ook echt op zijn Amerikaans kerst. Dus de kerstbomen ook helemaal vol. Zeg maar, intratuin op steroids, zeg maar. wat heel erg leuk was. En zeker om het kerstgevoel te krijgen. Want met mooi weer met de kerstdagen is het toch altijd een beetje raar. Het hoort toch koud te zijn. En geen palmbomen, maar kerstbomen. Dus om in de kerstsfeer te komen, was het heel erg leuk. Dus deze ene pagina aan de ene kant die je ziet, is natuurlijk een 8,5x11 pagina, want dat is mijn album. Die had ik al van tevoren gemaakt. De procesvideo daarvan kan je terugvinden hier op mijn YouTube kanaal. Als ik eraan denk met uploaden en als het me lukt om het linkje te posten in de comments, dan zal ik dat doen. Op een of andere manier is linkjes posten in YouTube lastig. Het kan wel, want ik zie andere mensen het ook doen, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ga hier door mijn spulletjes heen en zwart is een beetje het thema. Dus ik zoek vooral bij de zwarte, bij mijn bakje met zwart allemaal woordjes en dingetjes op. Ik had een camera, Ephemera van Snap, als het goed is. Nee, van Pebbles. Van een travellijn. Maar er zat een hele brede witte rand omheen. Dus die heb ik eraf geknipt. En nu vind ik het eigenlijk een heel leuk cameraatje. En alle andere embellishments die ik tegenkom, die ik denk, oh, die staan ook leuk op de andere kant van de pagina, die vis ik er alvast uit. Ik kan natuurlijk altijd nog terugstoppen en dat scheelt weer tijd met maken. Dus alles wat ik leuk vind, dat trek ik eruit. En zo maak ik eigenlijk een soort mini-kitje ervan. En deze kant van de pagina is eigenlijk al heel snel klaar. Ik gebruik Scotch Quick Dry Adhesive om mijn embellishments op elkaar te plakken. En uiteindelijk foam dots om het op de pagina te plakken. Waardoor het allemaal net wat meer diepte krijgt. En de foto's die plak ik vast met dubbelzijdig tape. De 21 en die banner en zo, dat was allemaal al klaar. Ik plaats nog een gouden R erbij, want het is Robin die op de foto staat. En dan is deze pagina klaar aan deze kant. En dan ga ik verder met de Scrabble pagina aan de andere kant. Ik moet even spieken. Oh, ik voeg nog wat gouden bordjes toe. Die bordjes die zijn trouwens van Pink Fresh Studio. En dat kleine labeltje wat ik nu aan het opplakken ben, dat komt uit een collectie van... Een zakje met tags van Heidi Swap. En dat kleine... Rondje, slingertjes zijn het, denk ik. Dat is een die-cut van de holiday die-set van Little Bee. Net als die sneeuwvlok. En wat plak ik er nu op? Even spieken. Oh, de kleine woordjes. De kleine woordjes komen uit een document Life Stories kit van Scrap Delight. Dat is een van de travel kits, denk ik, geweest. En dat zijn hun exclusive die-cuts. De sneeuwvlok ga ik dus niet gebruiken. Hier komt nog een labeltje uit. Dit is een labelsticker van Martha Stewart. Die heb ik gekocht terwijl we in Amerika waren bij de Hobby Lobby. En ik kwam ze later pas weer tegen, maar ik ben ze dus vergeten te laten zien op mijn haul. Maar dit soort labels, dat vind ik echt ideaal om te gebruiken met Project Life en Scrapbooking. Ik weet niet of ze zuurvrij zijn, durf het niet te zeggen. Maar
ik vind het eigenlijk prima. Ik heb besloten daar me niet heel druk om te gaan maken. Als het allemaal verkleurt en verouderd, dan is dat zo. En dan is dat zo natuurlijk, denk ik dan maar. Maar lijm vind ik dan wel belangrijk, want dan krijg je echt lelijke vlekken erachter. En ze laat ook vaak los. Dus ik vind van lijm wel belangrijk dat het wat beter plakt als bijvoorbeeld fotolijm. Want dat laat na 2 jaartjes weer los. Hier ga ik dus aan de slag. Ik heb 3 foto's wat ik kwijt moet op mijn pagina. En ik ben dus door mijn kerstpapier heen. Ik heb uiteindelijk nieuw papier gekocht. Die heb ik nog niet gebruikt in de filmpjes. Er komen nu nog 2 filmpjes die nog opgenomen zijn. En daarna ga ik mijn kerstpapiertjes weer, ga ik ze eindelijk gebruiken. Maar hier heb ik dus wel nog het vellum met Love, Peace, Joy. En daaronder zit een velletje van kreetpeper van de Journey Collection. En doordat het mooi geel is, past het wel bij de warmte van de foto's. Hier ga ik nog even kijken of ik een wit printerpapiertje kan gebruiken in plaats van het geel. Ik ga de foto's wel matten op dat witte printerpapier. Nou is het niet van het hele dunne printerpapier, maar heel stevig mat fotopapier van de HEMA is dit. En dat is 220 grams. En dat gebruik ik dus ook om mijn... om bijvoorbeeld door de mink te halen, om daarop te printen. Of als ik labeltjes print of eigen kaartjes print. Dan doe ik dat ook op dit papier. Want het is echt een heel mooi stevig mat papier. Wat door de laserprinter kan. Dat is natuurlijk het belangrijkste als je de mink wil gebruiken. Dat het op de laserprinter kan. Hier twijfel ik nog steeds een beetje over mijn achtergrondpapier. Heel even twijfel ik erover om dat hele mooie Craft chevron papiertje te gebruiken. Maar daar heb ik er maar 1 van. Die is van de Amy Tangerine collectie. En die is die vind ik zo mooi. Die is heel stevig ook. En heel sterk dat ik er dat ik er toch maar 1 heb. En daar moet ik het mee doen. Nou, hier besluit ik weer met het eerste papiertje aan de gang te gaan. En de foto's te matten op het wit. Ik vind nog 1 Project Life kaartje met dennenboompjes erop. Dus die vormt de rest van mijn pagina als basis. En rood wordt mijn accentkleur, want dat vind je heel veel terug in de foto's. En ook in de embellishments. En hier ben ik een cluster aan het bouwen met een halve cirkel, een rode bloem, een frameje erachter en een rendierhoofd. Ik wou eland zeggen, maar het is natuurlijk helemaal geen eland. Een rendierhoofd. En dat rendierhoofd is ook een stans van de Little Bee. Zelfde set als die belletjes ketting. Lampjesketting denk ik dat het uiteindelijk moet zijn. En deze foto plak ik op dubbelzijdig tape op. Ik gebruik echt heel veel tape. Het komt vooral ook een beetje omdat ik het niet super, super goed plakte, deze tape. En ik vind, als ik foto's opplak met dubbelzijdig tape, ik vind het heel lelijk als die gaan indeuken. Dus vandaar dat ik zo heel veel dubbelzijdig tape gebruik. De onderste lagen plak ik vast met wel dubbelzijdig tape, maar niet 3D foam. En nu ga ik aan de slag met mijn laagjes. Hiervoor gebruik ik weer de Scotch Quick Dry Adhesive. En bijna alle embellishments, als ik het zo zie, die komen allemaal uit de Fancy Pants Wish Season collectie. En bijvoorbeeld die bloem, daar doe ik aan de ene kant dubbelzijdig tape en aan de andere kant 3D tape. Waardoor het dezelfde hoogte komt als de foto, omdat hij natuurlijk zo'n stukje omhoog ligt. En nu hier en daar bouw ik dus die cluster op. En dan komt er aangrenzend aan deze cluster nog een banner met een cirkel. Dus dat wordt eigenlijk mijn tweede clustertje. En dan komt er uiteindelijk ook nog een journaling spot aan de zijkant van die rode bloem. Op het moment van het maken van deze pagina wist ik niet meer hoe de winkel heette. Dus dat moest ik even opzoeken. Dus dat heb ik gewoon opengelaten. En dat heb ik achteraf ingevuld. Het staat dus niet op de foto, of niet op het filmpje, maar ik heb uiteindelijk nog een foto waar het allemaal op staat. Dus dit is eigenlijk alweer het einde van mijn pagina. Ik ga even opruimen, zodat ik een beetje het overzicht kan zien. Ik kijk of ik hier en daar nog een stickertje kan toevoegen. En er zitten hele kleine rondjes op de puffy stickers. Dus die voeg ik hier en daar toe. En nog wat gouden woordjes. Want die komen toch wel op elke pagina terug. Dat vind ik wel leuk.
Dat het een beetje consequent is en dat het allemaal bij elkaar past. En uiteindelijk voeg ik dus met die gouden alfabetstickertjes nog het woordje stadstoel op mijn journaling spot. Dus er komt een grote label nog bij. Die komen ook uit de van Joanne's vandaan. Dat zijn eigenlijk denk ik gewoon soort cadeaustickers of zo. Maar ze zaten er in verschillende maten in. En ik denk ook dat ze opgaan in dit albumpje. maar zijn perfect om te gebruiken. Dus ik haal de bloem iets omhoog, zodat ik hem kan opplakken. En daar komt mijn journaling op en mijn titel erboven. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Excuses dat het zo lang duurt. En bedankt voor jullie geduld dus. En tot een volgende keer. En vind je mijn pagina leuk? Geef me een thumbs up. Heb je vragen? Stel ze in de comments beneden. En tot de volgende keer.